What up my G's? We staan hier met Anthony en Alex. Op een bizarre plaat in de Hubo. Je weet wel, bij mij thuis in mijn kamer staat die DJ set. Ik ga die set waarschijnlijk verkopen. En ander grief kopen, iets terug kleiner en iets beter dat ik met USB's kan verbinden. Want nu op het moment moet ik altijd CD's branden. En dat is wel lastig, met USB kan ik echt gewoon elke schijf daar bestaan. Ik mag schijf spelen. Ik heb een jaar geleden ongeveer een plank daarvoor gekocht. Ik heb die geschilderd, die zwarte. Maar nu, aangezien dat ik die dingen ga wegdoen, ga ik die plank niet meer gebruiken. En ik lag s'avonds te pieten en ik kwam ineens in mij op om daar gewoon een skateboard van te maken. Maar natuurlijk, dat hout is veel te dik, daar krijg je geen teel uitgeplooid. Dus nu zijn we op zoek naar deftig hout. Maar we willen echt wel iets. We hebben nog ideetjes, stay with it. Zeg. Sorry, per ongeluk. Hij heeft zijn eigen wel zeer gedaan. Ik heb nog bekend deze fiets gekocht. Tadaa. Ah, oh, nog kort. Zo, toen ik 18 werd, was ik aan het twijfelen of ik een elektrische fiets of een koersfiets ging kopen. En dan uiteindelijk was ik voor een tweedehands koersfiets gegaan. Maar deze is zo stalla gewoon. Elektrisch rijden. Dat is echt gewoon relaxed, man. Niet normaal. Dan boeit het ook niet dat je heen en weer moet rijden of zo. Ja, dat is altijd gewoon rustig. Wel heen of zo. Nee. Nooit zweten. Overal door het verkeer, nooit last zoals met die auto. Oh my god. Huh? Nee, maar. Nu, we denken als we dat willen doen, moeten we dat wel op de goede manier doen. En als je kijkt naar hoe skateboarden echt worden gemaakt, dan zijn dat van die dunne lagen die in een mal worden gelegd. En dan wordt zo die vorm gemaakt met lijm. En nu, aangezien dat we dat hout niet kunnen krijgen in de Hubo, zijn we nu op zoek. Onderweg naar een groot hendel, hier ook iets schoten. Ik ben daar nu bijna. Amai, this is what we need. We hebben het materiaal besteld, denk ik. Allee, we hebben doorgegeven wat we moeten hebben. Nu gaat die man horen of hij dat kan bestellen, maar blijkbaar zijn de houtprijzen tegenwoordig veel duurder dan normaal. En de levertijden ook fucking lang. Dus het zou 5 tot 6 weken duren voordat dat hier is. Dus dat wordt een project voor na de zomer, wat keihard sick. Maar nog steeds zie ik dat wel zitten om dat te doen. We weten ook niks over de prijs. Genoeg tijd om die mal voor te bereiden. Ja, voilà. Maar we moeten een deftige mal hebben voor dat te bouwen. Ze willen het wel goed doen als we het doen. Ja. Nu, er zijn nog YouTubers die ook zo van die projecten doen met hout. En die zeggen ook allemaal dat dingen 3 keer zo duur zijn dan vroeger. Dus het is een beetje moeilijk allemaal. Ja, man. Ja, beter dan Hubo. Ze kunnen het bestellen, dus. Ja. En dan pas gaan we de prijs weten. Super nice. Dit valt nog mee, maar dat was ook zo'n landkaart wel lekker zo overal, hè. Maar dat komt nog, dan moet ik dat ook nog eens doen. Ja, ik heb dat geslist. En toch, het is. Allee, ik ben zo content, hè, voor mij is goed, hè. We zijn nog steeds aan de grote handel, maar we krijgen een personal uitleg over. Ik zal niet op de gaspedaal duwen. We noemen het Panara. Panar. Panar. Goeie jong. Ja. Een bak is 60 jaar. Shit, stress. Nu, we zijn letterlijk een uur staan praten met die vent. Allee, elke heeft hier vooral aan het praten geweest. Dat begon over die auto. Je kent hij, dan gaat dat naar kleinkinderen, dan gaat dat naar de wereld, dan gaat dat naar dingen dat gebeurd zijn, naar dingen dat hem heeft meegemaakt. My god, we hebben daar gigantisch lang aan het praten geweest, joh. Nu ga even een broodje halen, want wij hebben daar echt te lang gestaan. Zo'n mensen die hebben zoveel meegemaakt, hè, en ik snap dat die willen blijven vertellen en die kunnen blijven vertellen, want die weten zoveel, man, dat is zot. Maar ja, als je daar in de vlakke zon staat en je hebt elke planning en je. Ja, you know what I mean. En ik sta weer voor een f***ing brug, of niet? Ik sta weer voor een. Dat is de 5e keer. Je staat weer al open, joh. 2 dagen, maat, 5 keer sta ik voor een brug. Graag dat ik nu gewoon mijn fiets terug heb. Hè. Die staan nog bij mij thuis. Ik heb nu weer heel schoten rondgereden om gewoon eigenlijk 2 straten verder te komen. Hè. Niet normaal. Ook de eerste keer dat ik een stopcontact in de plafond zie. Ja. Aangezien dat ik bij mijn moeder verblijf en de wifi werkt daar niet deftig, moet ik op zoek naar zo'n blokje voor de wifi, voor zo'n kabel. Ik weet alleen niet wat je dat moet vinden. Ik weet dat ik dat vroeger had gekocht en dat 50 euro was. Maar... Hier, dat is daar dat ik moet hebben, maar ik heb er dus zo al eentje. Maar aangezien dat die per 2 worden verkocht, weet ik nu niet zeker. Allee, misschien moet ik echt gewoon exact dezelfde terug hebben. En ik zie hier per 1 alleen maar van die vierkante blokjes, dus niet echt. Misschien kan ik gewoon best eentje van 2 kopen. Gelukkig dat ik die andere bij heb, want ik moet even checken via die QR-code of serienummer of dat hetzelfde model is. Dan kan ik die enkelvoudige kopen, zeg maar.
Plus die dingen zijn duurder geworden. Dat kost 90 euro voor zo'n ene nu. En vroeger was dat 50. Ik heb dat net opgezocht en je kan deze dus apart kopen voor 44 euro op bol.com. Deze zijn niet degene die ze hier in Mediamarkt verkopen. Jammer genoeg, dus ik ben voor niks naar hier gekomen. Ik vroeg nog aan die gast, oh, die zijn duurder geworden of wat? Want vroeger was dat 50 euro. Hij zegt, ja, maar het zijn er gewoon andere. Ja, dat gaat niet altijd even vlot. Amai, ik kwam met een auto hier juist zitten. En die werkman vertelt mij net dat daar een boom is losgekomen, een ziekentek. Amai, even daar niet gaan staan dus. Ik heb nu toch nog even snel het vliegtuig naar Afghanistan gepakt, omdat ik mijn laptop en mijn USB moet ik hebben, want ik kan niet uploaden via mijn PC. Ik moet even een USB pakken dat ik de video de USB kan zetten op mijn laptop en dan via mijn laptop kan uploaden. Ik bedoel ook niks racistisch, dat was gewoon een woordgrap. En niet you. Er zitten een paar Afghanen waar ik trouwens heel goed mee overeenkom. Het is een lange plank, hè? Dit heb ik trouwens ooit zelf gelast op school. Ik weet niet of ik dat al eens heb verteld. DIY werkt helemaal clean. Alleen, ik heb dat allemaal op dezelfde grades gesneden, maar toch om een of andere reden moet er hier altijd nog iets onder. Gelukkig heb ik daar ook iets perfect voor. Oh, ik word altijd zo blij als die daar staat. Echt waar. Brings me back to the time when I didn't know which car I wanted to buy. I hope you understand some English. Het is wel grijlig van die tech, man. Mijn dag is, heeft een hele dikke turn gekregen. Mijn fiets was verdwenen uit Hokkaido. En sindsdien heb ik eigenlijk niet meer gefilmd. Mijn fiets was kwijt. Uiteindelijk teruggevonden achter het fietsenkot in de bossen. In ieder geval ben ik nu onderweg naar mijn pa, want ik heb een pakketje besteld en dat is bij hem aangekomen. Ik heb ook iets extra gekocht voor een vriend van mij. Allee, eigenlijk iets dat ik voor mezelf wou kopen, maar ik dacht dat is misschien nog wel leuk voor een vriend van mij ook. Dat ik niet kon kiezen tussen twee dingen, dus ik heb dan het een voor mij, het ander voor hem waarschijnlijk. Shit, ik kan dat eigenlijk niet zeggen, want hij gaat deze video zien. Ja, wat een vlog vandaag. Een beetje een speciale dag. Morgen ga ik het gek doen. Morgen ga ik vloggen. Dus ik hoop dat jullie... morgen terugkomen kijken naar de video. Ik ben moe. Ik slaap wel, mannen. Joe.